Yo mensen, welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we iets super cools doen. We gaan namelijk een mini pijl en boog maken. En ja, meer zien jullie zo wel. Dus tot zo. Wat we het eerst gaan doen is, we pakken een ijsstokje en een tang. En dan knippen we de twee ronde kanten van het ijsstokje af. Ik heb de ronde stukjes eraf geknipt. En dan gaan we nu een beetje bijveilen. Dan ga ik nu het midden zoeken. Dat is ongeveer hier. Dan pak ik weer de tang en knip ik hem. Kijk. Ja, dit is wel mooi, toch? Zo. Die is eraf. Dan gaan we hem nu een beetje veilen in verband met de splintertjes. Ik heb nu het ijsstokje doormidden geknepen met de tang en mooi geveld. Dan pakken we nu twee haarklipjes en die gaan we dan afbreken. We trekken hem dus langzaam naar achteren en als het goed is, breekt hij dan op een gegeven moment af. Zo, deze hebben we niet meer nodig. Dit wel. Wat we nu gaan doen is, we pakken het lijmpistool. Pakken één van de twee halve stokjes. En doen één klein druppie lijm erop. Dan pakken we deze. En die doen we dan hier zo op. Maak je vinger even nat. En houd hem zo tegen. Zo, dan doe je hetzelfde met de andere kant. Dit zit vast. Dan pakken we nu de andere helft. En het is de bedoeling dat we die hier zo oplijmen. Dus dan doen we een druppie. De ene haarklip en op de andere. Meer. Dan pakken we dat ding. Dan drukken we het er zo op. Wat we nu gaan doen is, we pakken een stukje touw. Dan doen we een mini, echt een heel erg klein druppje lijm. Hier. Dan pakken we touw. Doen we er zo tegenaan. Dat zit vast. Dan wikkelen we het er heel strak omheen tot de rand. Want het is de bedoeling dat je hier een klein stukje van de rand af de lijn doet. Als je dan bij de rand aangekomen bent, ga je weer terug. En dan pak je weer het lijmpistool. Doe je weer een mini drupje lijm op de achterkant. Dan maak je hem daar vast. Dat zit vast. Hetzelfde doen we aan de andere kant. En dan heb je nu een begin van een miniboogje. Om het schieten makkelijker te maken, boren we een heel klein gaatje in het midden van de boog. Ho. Dat zit.
Dan gaan we nu de boog spannen met een touwtje. Vroeger gebruikten ze daar pezen van dieren van. Maar dat doen we nu niet meer. Zo. Dan doen we er een druppeltje lijm op. Dat laat je even drogen. Zo, die is nu droog. Dan doen we hem naar onder. Doen er dan een beetje spanning op. Dan pakken we weer het lijmpistool. Dan doen we daar weer een dotje lijm op. Zo, de boog is gespannen. Nu gaan we de pijlen maken met de satéprikker. Dit wordt de gevaarlijke pijl en dat de minder gevaarlijke. Knippen we hem door de midden. En dan beginnen we met de gevaarlijkere pijl. Slijpen de onderkant een beetje. En dan doen we met het lijmpistool, niet op de punt, maar net erachter, een beetje lijm. En dan gaan we ronddraaien, zodat er hier omheen helemaal lijm zit. Om de pijl wat zwaarder te maken. Dan pakken we een zaag en dan gaan we een klein, heel klein mini gleufje aan de onderkant maken. Zo, dit is al genoeg. En dan is de gevaarlijke pijl klaar. Die leggen we even weg. En dan gaan we nu aan de slag met de minder gevaarlijke pijl. We pakken wat oordopjes. Zo, hebben ze. Dan pakken we 1 van de 2. En die steken we dan nog ietsjes verder in. Dan maken we, veilen we hem, net als bij de andere, even aan de onderkant. Dan maken we er net als bij de andere een klein gleufje op. De pijlen zijn klaar. De boog is klaar. Ik heb even snel een scorebordje gemaakt. Dan ga ik eerst met de niet gevaarlijke pijl op het scorebordje schieten. En ook schiet niet op mensen, met z'n allen twee niet. Voor iedereen's veiligheid. Midden in de roos. Dan ga ik nu met de gevaarlijkere pijl in de appel schieten. Wauw. Nou mensen, dit was het weer voor deze video. Ik vind het geslaagd, want hij schiet best wel ver. Schiet ook echt daarom niet op mensen en dieren. Doe natuurlijk een duimpje omhoog en abonneer hieronder. Druk dan ook op het belletje, zodat je iedere week op de hoogte bent van mijn video's. En deel natuurlijk dit linkje met iedereen. En meer heb ik niet te zeggen. Dus tot volgende week zondag. The best piece of advice I have for someone trying to succeed in the film industry or any creative space is if you're doing what everyone else is doing, you're doing it wrong.